Hi guys. Hoi. Hi. Welkom in deze video. Kom maar binnen. Wij zijn al binnen. Kom maar buiten. Kom eens ook kijken, ja. Nick is de koning. Is Nick de koning? Ja. Oké, dan komen wij dadelijk op bezoek bij de koning. Als de filmpje klaar is. Ik ben de prinses, oké? Oké. Ook graag wat meer tijd. Dichter. Ja, met de kaaien. Oké, jongens. We komen een ander keertje bij jullie terug. Daag. We gaan dit even anders aanpakken. We zijn even verhuisd naar buiten. In de hoop dat de kids zich hier misschien iets langer van maken. Kijk. Ja, dat is ik. Hey, welkom in deze nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Wij gaan jullie updaten over iets leuks wat er staat te gebeuren. Waar we jullie graag in mee willen nemen. Voor wie ons al langer volgt weet dat wij al dik een jaar zitten te sparren en te dromen over reizen. We hebben al wat kleine experimenten gehad op dat vlak. En nu gaan we voor het eerst een wat groter experiment doen. Wat gaan we doen? We gaan... met het hele gezin naar Afrika. We gaan naar Afrika. En het hele gezin, dat zijn wij dus met onze twee kindjes. En waar? In Afrika. We gaan naar Zimbabwe. Het mooie van die reis is dat het eigenlijk alles combineert wat wij mooi vinden. Ja, avontuur. Zon. Natuur. Natuur. Mensen. Ja, lieve mensen. En ook de mogelijkheid om onze handen uit de mouw te steken en ook iets te betekenen voor anderen. Ja. Zij het heel praktisch of zij het door te investeren in hun door relatie. En ja, Bruce en Sue, die zijn we bij toeval hebben we die ontmoet. En super lieve gasten, super lief stel. Het klikte heel goed en zij hebben ons uitgenodigd. We gaan in eerste instantie bij hun inwonen en even later krijgen we een eigen huisje. Ja. Bij hun in de buurt. Bij hun eerst inwonen omdat we ons dan ja, een beetje kunnen settelen en veilig voelen. Want we zitten toch een beetje in het achterhoofd natuurlijk met slangen en ja, wat dan ook. Ja, en dan gewoon even te kunnen wennen. Dus dat is wel super lief ook dat dat kan. Wat gaan we doen dan? Ja, eigenlijk gaan we aansluiten bij wat Bruce en Sue doen. En wat doen zij? Zij hebben verschillende ondernemingen opgestart. En daardoor ja, voorzien zij in werk voor andere lokale mensen. Niet alleen financieel, maar ook door echt te investeren in hun. Door middel van relatie en gewoon echt liefde en een stukje coaching om die ander ja, echt in zijn kracht te zetten. Wat ze ook doen is, regelmatig gaan ze ook echt naar de armere dorpjes, de afgelegen dorpjes. En gaan daar ook ja, helpen door, ja, wat ik net ook al zei, liefde uit te delen, maar ook financieel. Of ja, wat daar dan gewoon op dat moment ook gevraagd is. Praktische hulp. Praktische hulp, ja. Er zijn diverse bouwprojectjes en op hun eigen terrein of in de buurt. En een van die projecten is het bouwen van cabins. Dus het bouwen van eigenlijk slaapverblijven voor mensen die net als ons daar tijdelijk naartoe gaan. Daar komen we geregeld, of er komen steeds vaker groepen mensen vanuit ja, eigenlijk over de hele wereld naar hen toe. Mm. En die willen ze een plek geven om te kunnen slapen en een huisje. En ik zal met lokale bevolking zal ik, ja, dat project gaan trekken. Om eigenlijk in anderhalve maand, of een, ja, een dikke maand dat we gaan, om die huisjes te gaan bouwen. En projecten die eromheen eigenlijk komen. Dus ook daar staan we vrij open. Ja. Er zal van alles op ons afkomen aan projectjes en avontuur wat we gaan beleven. En tegelijkertijd ook echt ja, family time. En dat vinden we ook echt super belangrijk. Ja. We willen heel graag tijdens de reis echt tijd voor elkaar hebben, tijd voor onze kinderen. En ja, daar willen we jullie echt in mee gaan nemen de komende periode. Door middel van uiteraard de bekende vlogs. Ja,
dat is misschien ook een brug naar wat ik ga doen. Ja, ik wil proberen de vlogs te blijven editen en te uploaden. Proberen. Dat is natuurlijk hartstikke vet als je in Afrika zit. Om dan ook op die manier met jullie ja, contact te hebben. En te laten zien wat we doen. En daarnaast zal ik voornamelijk voor de kids zorgen. En een stukje homeschooling doen. Alhoewel dat ook nog een apart verhaal is. Maar als dat interessant is, kunnen we daar misschien een andere vlog nog op ingaan. Over leerplichtambtenaar gebeuren enzovoort. Omdat Nick al 5 is. Maar goed, daar hebben we dus ook oplossingen op gezocht. En waar mogelijk wil ik ook mijn coaching skills gaan inzetten. En die gelegenheid zal dat ook zijn. Om eigenlijk andere mensen of mensen met wie we in aanraking komen in hun kracht te zetten. Even een stukje Zimbabwe geschiedenis. Misschien wel veel mensen bekend. Zimbabwe komt van een periode af waar het echt economisch een groot probleem heeft. En ook lokale bevolking, ook niet iedereen zo welvarend is zoals wij hier zijn. Dus we gaan ook echt met de intentie om het land verder te helpen en ons aandeel te kunnen geven. Wat je daarbij ook wel moet zeggen, althans toen wij in Mozambique waren, toen hebben we echt ervaren dat je gaat daarheen met de instelling van nou, ik kom daar helpen. Of ik wil graag iets investeren of wat dan ook. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je naar huis gaat, heb je zelf zoveel ontvangen van de mensen daar. Hè? We hebben destijds in een weeshuis gezeten, ook ongeveer een maand. En we hebben daar natuurlijk iets bijgedragen. Maar aan de andere kant hebben zij ons ook zoveel gegeven. Gewoon die kindjes, die liefde, die dankbaarheid. Maar ook hoe zij kunnen genieten van iets heel kleins. Dat vind ik zoiets moois. En ze zijn zo dankbaar. En dat is echt iets wat ik mee naar huis heb genomen. En toen hadden we nog geen kinderen, nu gaan we met kids en dat is ook iets wat ik hun heel graag ook wil laten zien en meegeven. Ja, dus voor ons als gezin spannend, maar we hebben daar echt heel veel zin in. En mocht jij in de aanleiding van het zien van deze video, of omdat je misschien ons al langer volgt en dit al aanvoelde komen, zoiets hebben van nou, ik wil jullie graag steunen daarin, dan mag dat. We hebben hieronder deze video een link staan, waar je kunt zien hoe je ons kan ondersteunen. En als je dat doet, dan willen we ook heel graag een bedankje aan jullie geven. We zijn met de kids bezig om boekenleggers te maken en armbandjes in de kleuren van Zimbabwe. Tegelijkertijd de kleuren van carnaval, mocht je daarvan houden. En dat willen we gewoon graag als bedankje dan teruggeven. En als je dat graag wilt hebben, dan mag je ons op dit mailadres even jouw adres doorgeven. En dan laten wij jou toekomen waar je voor kiest. Dus een armbandje of een boekenlegger. Mochten jullie specifieke vragen hebben over de onderneming die we gaan doen. Of over hoe we het hebben voorbereid. We zullen jullie ook nog wel meenemen in een stukje voorbereiding van een en ander wat nog volgt. Maar bijvoorbeeld een stukje leerplichtambtenaar. Of hoe kom je tot die keuze. Hoe kom je erachter wat je echt wilt qua reizen of überhaupt in je leven. Nou ja, als je dat soort dingen graag wilt weten, dan laat het ons weten onder deze video. We hopen dat we jullie in ieder geval goed op de hoogte hebben gebracht van het nieuws wat op ons pad is gekomen. En van wat we gaan doen. En ik weet niet of we al gezegd hebben welke periode we gaan. Oh ja. Dus we gaan begin november, dus rond 1 november gaan we naar Afrika toe. En we zullen ongeveer ergens tweede week december terugkomen. Ja. Dus we gaan een dikke maand gaan we naar Zimbabwe. Yes. Eigenlijk is alles al ver rond. We moeten de vluchten nog boeken. En we wachten eigenlijk. We hebben al een go van de leerplichtambtenaar. We moeten alleen nog wachten alleen nog op het papier. Wat voor een formele papiertje, ja. Maar goed, in de tussentijd dat deze vlog online komt, is die reis al geboekt. Ja. Check. Ja? Yes. Ja? Okay. Nou, leuk dat je keek naar deze kletsvideo en wellicht tot de volgende video. Doei doei! Bye bye. Ja! Hoi! We gaan naar... Ik zat helemaal in mijn vibe! Dat is natuurlijk heel spannend. En daar heb je echt veel zin in. En ik kan totaal geen serieus verhaal vertellen op dit moment.